Haiti is nog steeds een machtige natie op de wereld, stelde Head of Haitian Post Jean-Claude Lapey vandaag tijdens de inauguratie van de First House of Haitian Culture Beyond the Borders of the Republic of Haiti, vandaag aan de Kristalstraat. De diplomaat stelt dat het land zich verder kan ontwikkelen door middel van cultuur, muziek en geschiedenis. Lapey merkte op dat er wordt gewerkt aan een betere samenwerking met Haiti via cultuuruitwisseling en de duurzame ontwikkelingsdoelen. My first experience as head of mission. With the great collaboration of my colleagues and local staff, in less than 4 months we implemented this project. I wish to dedicate this opening ceremony to the late Professor Leslie François Saint-Roch Maninga. Excellencies, as you may know, the first Minister of Culture of Haiti during the presidency of Professor Maninga was a painter, writer, the great Franck Etienne. I also had the chance to participate to a conference with Mr. Franck Etienne in 2008 in the Ministry of Foreign Affairs of Haiti. During the conference, he said that we can develop Haiti only with our culture, our music, our arts, and our history. Lapey geeft verder aan dat samenwerking met verschillende naties een must is. President Chandrika Persat Santokhi, die de inauguratie verrichtte middels de onthulling van een plakkaat, geeft aan dat het nodig is om de Haitiaanse cultuur en geschiedenis met de Surinaamse gemeenschap te delen via de Haitian House of Culture. It will be a place where Surinamese and Haitians can come together, learn from each other and build lasting connections that transcend nationality. The Haitian House of Culture will also serve as a beacon of cultural diplomacy, fostering unity and promoting mutual respect among our communities. By promoting dialogue, cross-cultural understanding, and solidarity, we believe cultural exchange can transcend boundaries and inspire positive change in our community. De president benadrukt notitie te hebben genomen van de conflictsituatie in Haiti. Suriname zal in samenwerking met andere landen van de CARICOM-gemeenschap de volledige ondersteuning geven in deze kwestie.